Hallo, in dit filmpje behorend bij de module Zeno 5 SVL ga ik het hebben over de HPLC-detector die de Refractive Index Detector heet. Ik ga behandelen wat refractieindex ook alweer is en hoe deze detector werkt. Ik ga laten zien hoe de detector eruit ziet en ik ga je vertellen dat het een bijna universele maar niet zo gevoelige detector is. Ten slotte ga ik je vertellen wanneer de RI-detector gebruikt. Wat is de refractieindex ook alweer? Refractie is de afbuiging van licht door verandering in het medium. Dat zie je in het plaatje hieronder. Dat volgt de wet van Snellius. En de mate van de grootte van de afbuiging is afhankelijk van het materiaal. Of, wanneer de afbuiging van licht door een oplosmiddel of een oplossing bekijkt, is het afhankelijk van de samenstelling van deze oplossing. Hoe werkt er een RI-detector? In de RI-detector wordt de detectiecel beschenen met licht, namelijk hetgene wat je volgt voor de afbuiging. Deze staat in blauw omcirkeld. Het licht schijnt op een cel en door die cel stromen twee vloeistofstromen. De eerste stroom is degene omcirkeld door groen, dat is de referentie. En hiermee vergelijk je de monsterstroom, die vergeleken is met rood. Hoe meer verschil er is tussen de samenstelling van het monster en die van de referentie, hoe hoger de piek zal zijn. Dus de RI-detector kijkt naar verschillen in bulkeigenschappen, want hij kijkt naar de samenstelling van de mobiele fase en verschillen daarin. En omdat hij naar de bulkeigenschappen kijkt, is dit een universele detector. Hoe ziet een RI-detector eruit? Het is een hele simpele setup. Aan de linkerkant zie je een RI-detector en aan de rechterkant zie je hoe ze de deurtjes hebben geopend. En aan de onderkant van de rechterkant zie je de aansluiting. En hij is heel simpel. Je hebt een inlet, je hebt een waste en je hebt een recycle. En die recycle is voor de referentie. De inlet is voor het monster in en de waste is voor het monster uit. De RI-detector heeft een aantal eigenschappen. Ten eerste is het een universeel detector omdat het naar bulkeigenschappen kijkt van de mobiele fase. Ten tweede is het een non-destructieve detector. Je kunt de fracties na afloop opvangen en weer verder analyseren. Ten derde is de RI-detector redelijk ongevoelig en de detectiegrenzen liggen hoog. Daarnaast is hij ook niet heel erg robuust. Hij is gevoelig voor druk- en temperatuurverschillen omdat daarmee de viscositeit en hiermee ook de refractieve eigenschappen van het oplosmiddel veranderen. Het lineair bereik is klein, dus je kan hem niet over een breed concentratiegebied gebruiken. En tenslotte is hij ongeschikt voor gradient LC, omdat hij veel te veel baseline drift zal vertonen. Wanneer gebruik je de RI-detector? Eigenlijk gebruik je de RI-detector alleen wanneer je moleculen niet zichtbaar zijn met andere detectoren. Omdat het een niet zo gevoelige detector is, heeft hij namelijk niet de voorkeur. Ten tweede, als je kijkt naar de applicatiegebieden waar refractive index vaak wordt gebruikt, is het in de synthetische polymeren waar geen aromaat in zit. Want aromaten hebben een chromofoor, die kun je met UV meten. En dan moet je denken aan nylon en polyethyleen. Dat zijn allemaal verbindingen zonder aromaten en zonder geconjugeerde systemen die wel gemeten kunnen worden met de RI-detector. Ten derde kun je de RI-detector gebruiken voor biomoleculen zonder aromaten, dus koolhydraten en vetten, en ook voor suikers. Wat moet je over de RI-detector onthouden? Nou, de RI is bijna universeel. Hij is redelijk ongevoelig en alleen geschikt voor isokratische bepalingen. Voornamelijk wordt de RI-detector gebruikt als analieten niet detecteerbaar zijn met UV of LU